Waddinxveen is echt een hele leuke, hele dynamische gemeente. Er gebeurt ongelooflijk veel. We zijn ook heel erg hard gegroeid in de achterliggende jaren. Van zo'n 25.000 naar ruim 32.000 nu. En het eind is voorlopig nog niet in zicht. Waddinxveen is een leuke gemeente om voor te werken. De lijntjes zijn heel kort. Dat betekent ook dat we met betrekkelijk weinig mensen heel veel dingen doen. Waddinxveen is een groeigemeente met heel veel verschillende opgaven. En daarbij kunnen we naast onze eigen werk ook nog allerlei taken op ons nemen die niet direct binnen ons eigen werkveld liggen. Dus dat maakt het enorm divers en uitdagend. We werken met resultaatafspraken, dus hoe jij je werk aanpakt of hoe jij je werk wil indelen, daar word je vrij ingelaten. Maar je moet wel je doelen halen. Nou, wij zoeken een strategische adviseur die ons in het MT helpt en scherp houdt op de strategische vraagstukken. Eigenlijk is de rol van strategisch adviseur een hele mooie. Want natuurlijk gaat dat over de woningbouwvraagstukken, maar ook bijvoorbeeld rondom de vorming van een nieuw college. Rondom het vraagstuk van opvang Oekraïners of nu de COA-vluchtelingen. Ongelooflijk belangrijk dat burgemeester, gemeentesecretaris, wethouders op een goed strategisch niveau geadviseerd worden en echt iemand hebben die met ze meedenkt. Ik denk dat die functie heel leuk is, omdat het je de mogelijkheid geeft om op heel veel onderwerpen in te zoomen en weer uit te zoomen. Strategisch adviseur, ja, dat lijkt me zeker een hele uitdagende functie. Om samen met MT-leden en het bestuur van Waddinxveen toekomstbestendig te maken. We hebben een open cultuur, dat kun je ook zien aan het gebouw hoe dat opgezet is, waarbij we een aantal zones hebben die ingericht zijn voor een bepaald doeleinde. En dat kenmerkt eigenlijk wel de sfeer en de korte lijntjes. Ik zou iedereen aanraden om hier gewoon een keer langs te komen en de sfeer te ervaren, en dat zou iedereen over de streep moeten kunnen halen. De deuren staan hier open, iedereen praat met iedereen. Je komt elkaar tegen bij de koffieautomaat en we staan allemaal voor diezelfde mooie klus. Waddinxveen een beetje beter maken. Waddinxveen heeft heel veel te bieden en het is nooit saai in Waddinxveen. Dus ik zou zeggen, zeker solliciteren.